Ommeren. Een rustig dorpje met 400 inwoners in de Gelderse Betuwe. Je kunt er prachtig doorheen fietsen, een frietje kopen of een bezoek brengen aan het Streekmuseum. En verder is het er lekker rustig in Ommeren. Maar daar komt begin dit jaar ineens verandering in. Het dorpje staat in één keer op de kaart door een mogelijke natieschat. Het is een mysterie in Ommeren waar tot op de dag van vandaag weinig mensen weet van hadden. Een schat van tientallen miljoenen. Wie wil hem niet vinden? It's been sparked by the publication of an old map by the Dutch National Archive. Daarin zien we keurig aangegeven de omgeving met een rood kruisje aangegeven waar de schat begraven ligt. Seitdem is in Ommeren im Gelderland niets meer wie es vorher war. We beginnen ons verhaal bij Klaas Tammes. Klaas bewoont een huis op het landgoed Den Eng. Volgens velen is dat dicht bij de plek waar volgens de kaart de schat zou moeten liggen. De massaal toegestroomde pers weet Klaas dan ook snel te vinden. Nou. Na 3 januari is er ontzettend veel publiciteit gekomen. Het kaartje dat riep heel veel journalisten naar Ommeren. En het heeft eigenlijk in alle kranten gestaan. De Duitse kranten, Engelse kranten. Het heeft in de New York Times gestaan. Het heeft een Chinese krant gehaald. En er zijn tv-ploegen geweest van Franse tv, Braziliaanse tv. En ook wat interessant is, zelfs een Israëlische krant heb ik hier 2 keer gehad. Al die aandacht voor de mogelijke schat heeft zijn gevolgen. Ga naar de overkant. Er komen heel wat schatzoekers op het dorp af op zoek naar fortuin. Ommeren verandert langzaam in een gatenkaas. Nou, hier trof ik een man aan die een enorm diepe kuil had gegraven. De man had met zijn metaaldetector kennelijk iets gevonden. En zat zo diep in het gat dat hij tot borsthoogte kwam en hij had het grondwater al bereikt. Maar zo zijn er meerdere plekken hier waar men toch vrij diep gaten heeft gegraven. Ja, niet helemaal de bedoeling. Bij de gemeente hangt de vlag ook niet uit. Wethouder Pieter Neven heeft zo zijn bedenkingen bij de aandacht die Ommeren heeft gekregen. Aan de ene kant is het wel mooi eigenlijk dat een dorp in de belangstelling staat. Iedereen weet nu waar Ommeren ligt, iedereen weet waar de Betuwe ligt. Iedereen weet nu ook dat het een mooi gebied is hier. Maar aan de andere kant heeft het ook heel veel overlast gegeven voor onze inwoners. En op een gegeven moment waren er ook heel veel mensen wel gewoon klaar mee. Die dachten van nou, weet je, het is nou wel mooi geweest en ik hoop dat de mensen wegblijven. Er zijn ook waarschuwingen uitgedeeld. Dus het is best wel handhavend opgetreden. Maar ja, nooit genoeg, want je kunt niet dag en nacht handhaven. Want ook 's nachts kwamen er zelfs mensen zoeken. Ja, hoe gek kun je het niet verzinnen, maar dat gebeurde wel. Maar ja, als de goudkoorts je eenmaal te pakken heeft, is er geen kruid tegen gewassen. Dit is Joke Honders. Ze is werkzaam bij het Streekmuseum. Voel ik iets magisch. Maar ook goudkoortspatiënt. Daar moet hij liggen, Joke. Ja, hier moet hij ongeveer liggen. De eerste maand, de eerste week. Zelfs 's nachts was ik er nog mee bezig. Ik droomde er zelfs over. Ook Bert Verheul heeft de schatkaart goed bestudeerd. En hij heeft er een theorie op gebaseerd waar menig Hollywoodschrijver jaloers op zou zijn. Zie je, dat is wat allemaal in één lijn heel goed uit te leggen. De bocht hierboven, de overdreven bocht in de rivier, is gewoon de bocht boven de deur. Aan mij is alleen van om te laten zien wat de kaart mij vertelt, zonder er al te veel onzin en fantasie bij te moeten gebruiken. Het is duidelijk, het is niet moeilijk. Ja. En dit zijn Lammert en Hendrik Hingstman. Vader en zoon denken ook precies te weten waar de schat ligt. En daar hebben ze die hele kaart niet eens voor nodig. Hier zit het. Hier dus. Hier zit de schat. En als je met de wegroute erheen loopt. Kijk. Slaat hier, slaat hij uit. Kijk. Hier zit hij. Maar als die schat er ligt, hoe is die er dan gekomen? Daarvoor moeten we terug naar september 1944. Een grote militaire operatie start op Nederlands grondgebied. Market Garden. Historicus Victor Laurentius is kenner van de oorlogsgeschiedenis van de Betuwe. In september 1944 proberen de geallieerden met de versnelde aanval de Duitsers te breken. En dat is de Market Garden, operatie Market Garden. Er worden parachutisten bij Arnhem gedropt.
Legereenheden die komen door Brabant via Eindhoven rukken op naar het noorden. Richting Nijmegen, Arnhem. De bedoeling is dat die troepen elkaar in het midden treffen. Alleen het mislukt. De geallieerden, de paria's, die zijn te ver van een locatie gedropt. Kost te veel moeite. Er zit te veel Duitse tegenstand. Kortom, die hele operatie mislukt. De gevolgen daarvan zijn enorm geweest. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat ook de hongerwinter maanden later daar een gevolg van is. En een ander gevolg is dus dat de Betuwe frontgebied werd tot het eind van de oorlog. Tot in mei 1945 is er gevochten in dit gebied. Plaatsen zoals Arnhem en Tiel zijn in feite vogelvrij. Arnhem is een lege stad. De bevolking is geëvacueerd. Die stad wordt stelselmatig geplunderd. Er wordt een Duitse eenheid aangewezen die dat moet doen. Die eenheid, dat noemden ze een bergungseenheid. En die stond onder leiding van een meneer Helmut Temmler. Temmler die had een slechte reputatie en komt aan in Arnhem en merkt dat daar een aantal leegstaande banken zijn. Maar vermoedelijk met goed gevulde kluizen. Temmler roept de hulp in van een zojuist in Arnhem gestationeerde eenheid. Die hebben er wel oren naar om de kluizen met een berg springstof te kraken. En dan maken ze een megabuit. En hoe groot weten we niet precies, maar dat loopt er vermoedelijk in de miljoenen. De buit wordt verdeeld. Temmler neemt het leeuwendeel en de andere soldaten krijgen de rest. Nog steeds genoeg om 4 munitiekisten mee te vullen. En aan het eind, tegen april-mei 1945, worden de Duitse troepen die worden uit de omgeving Arnhem teruggetrokken. Onder andere op de Betuwe. Die komen in Tiel terecht. En die komen in dit gebied terecht. En dat is ook de reden waarom die eenheid die buit bij zich had... hier terecht kwam. Die zijn teruggetrokken uit Arnhem, die zijn naar Tiel gegaan en vervolgens vanuit hier teruggetrokken op Olmeren. De Duitse legertop weet inmiddels van de kraak en is woedend. Hier is sprake van insubordinatie. Ze dreigen natuurlijk opgepakt te worden en zeer vermoedelijk wachten ook de doodstraf op het moment dat die buit ontdekt wordt. Dus op het moment dat ze vanuit Tiel worden teruggetrokken op Olmeren, zien ze een leuk plekje om de hele zooi te begraven. Helmut Sonder is één van die soldaten. Hij tekent een kaartje van de locatie. En met een rood kruis markeert hij de plek waar ze de schat hebben begraven. Hij tekent zelfs een vergroting van de plek waar de buit moet zijn verstopt. Onder één van drie populieren. Sonder keert na de oorlog terug naar Nederland en zoekt, misschien wel uit berouw, contact met de Nederlandse politie. Dit is de verklaring van Helmut Sonder, afgegeven aan een Nederlandse rechercheur. Tegen het eind van de oorlog lag ik als valsschermjager in Velp. Bij het naderen van de Engelsen en Canadezen raakte ik bij gevechtshandelingen in de omgeving van Tiel gewond. En ben toen, al terugtrekkend met mijn onderdeel, in de buurt van Inge en Ommeren terechtgekomen. Toen wij daar een ogenblik rust hielden en ik aan de kant van de weg lag, zijn drie van onze manschappen een eind verderop gegaan en hebben bij de populier 4 kistjes met waardevolle zaken, zoals goudhorloges, sieraden, met briljanten enzovoort in de grond begraven. De historicus denkt ongeveer te weten waar het kruisje op de kaart in Ommeren te vinden is. Ergens op het terrein van het Streekmuseum nota bene. Hier staan 3 peppels. En volgens de verklaring van Sonder lag het niet aan de slootkant, maar aan de buitenkant. En dat zou dus of hier zijn geweest of wat verderop. En aan de hand van dit kaartje is hij dus 47 hier nog terug geweest om de plek aan te wijzen. Ja. En hij dacht dat hij het vrij zeker wist, alleen daar lag niks meer. Joke Honders snapt best dat iemand een precieze locatie kan vergeten. Ja, ik vraag me alleen af of hij toen nog wist waar hij gelegen heeft. Hè? Ik bedoel, als je maar eentje ergens in een gebied geweest bent met veldwegen en geen huizen bijna. Het geheugen is zeer onbetrouwbaar. Dus, ja. Ja. Om hoeveel geld zou het gaan, denk je? Het zou dan gaan... er was wel sprake van miljoenen. De roof in Arnhem althans. Maar wat hier zou liggen is daar maar een klein stukje van. Dus het hele begrip natieschat is schromelijk overdreven. Dan ga je uit van 100 goudstaven of iets dergelijks. En ja, ik denk dat is het belang erna niet wat zij mee konden torsen. Dus het is een stukje buit van een grotere schat. Volgens de verklaringen hadden die Duitsers in zakken die ze bij zich hadden,
zakken waar ze normaal gesproken hun brood in deden en handgranaten. Daar zaten allemaal wat ze schmoek noemen, hè, juwelen. En dat is in een paar kistjes gestopt en hier de grond in gegaan. Die schat zou er dus nog best eens kunnen liggen. En Joke weet vrij precies waar de schop de grond in moet. En daar heeft ze een presentatie van. Als de computer het doet tenminste. Ja, nou, hè. Hij is er. Nou, dan ga ik even hier staan. Even kijken. Nou, gaan we even naar de volgende. Nou, als we goed even naar dat wegenpatroon kijken, hier, deze knik. En we kijken ook nog naar dit. En dan kijken we naar een bestaand kaartje uit die tijd. En daar heb ik dus precies dat wegenpatroon heb ik hier nagetekend in een paarse lijn. En je ziet dan ook die paarse, hier die knik weer. En je ziet hier ook deze twee lijnen. Nou, dat heb ik even naast elkaar gezet. En dan zien we dus hier het kruisje en hier zien we een stippenlijn. En dat stippenlijntje, dat moeten we dus hier situeren. En je ziet hier ook een heel klein rondje wat iets naar boven buigt. Hier precies is het kruisje. En toen heb ik van een onafhankelijk bureau, dat is de Topo Tijdreiskaart, die heeft mij een luchtfoto gestuurd en die zei, nou, hij ligt hier. Het is wel stom toevallig, hè, dat het op het terrein van een museum ligt. Ja, dat is zeker. Dat is echt bizar. Hoe voelt dat nou, om daar zo bovenop te staan? Het is toch wel een beetje magisch, hoor. Wel een bijzonder moment. Iets verder, in het bos vlakbij het Streekmuseum, vinden we de volgende theorie. Vader en zoon Hingstman zijn dankzij hun wiggelroedes iets op het spoor. Hier zit het. Hier dus. Hier zit de schat. En als je met de wiggelroede erheen loopt. Oké. Okay. Slaat hier, slaat hij uit. Oké. Okay. Hier zitten. Bom. Dit is de punt. Hier staat een vlagje in op het middenbord. Zo. Hier zit hij. En als je nou doorloopt, gaat hij naar achter. Hoe werkt dat nou? Hoe dat nu werkt? Door de verstoring in de grond, zeg maar, op basis stralen van elektromagnetische velden, krijg je een onderbreking. En ieder mens is positief en negatief geladen, daar reageert hij op. Dus ja, en ook op de schat. En die zit hier. Dus ja, ik kan er niet meer over vertellen eigenlijk. Dus hier moet je gaan graven. Geen twijfel mogelijk. Hier zit er, maar daar zit niet andere. Dan moet je een bloed graven. We hebben het aangegeven, ik heb het gekeurig gemeld bij de gemeente. Ik heb het gemeld bij de grondeigenaar. Dan hebben wij een fondsmelding hebben we gedaan. Dus heb ik ook direct een claim opgelegd. Dus met andere woorden, mochten ze de schat hier vinden, zeg maar, dan is 50% voor de vendors loon. Dus van 10 miljoen, 5 miljoen, ach. Heb ik mooi pensioen, denk ik. Dan jeuken je vingers toch, om even hier zelf... Ja, maar je mag niet graven in Nederland. Daar staat helaas straf op. Kijk, sowieso is het niet toegestaan om dieper dan 30 centimeter te graven. Dat is gewoon bepaald, archeologiewet. Hè? En daarnaast hebben we een detectieverbod. Dus die combinatie maakt dat je gewoon kunt handhaven, mensen erop kunnen wijzen dat ze gewoon moeten stoppen. Het is hier in dit gebied ook wel een beetje riskant misschien als je wat dieper gaat graven. Want dit huis is, het huis wat hier stond, is gebombardeerd aan het eind van de oorlog. Dus het kan zijn dat hier ook nog munitie ligt. Dus een beetje oppassen met graafwerkzaamheden is wel geboden. Die hele regio is dus tot aan mei 1945, tot aan de bevrijding, frontgebied geweest. En het werd zo zwaar beschoten dat uiteindelijk het plaatsje Ochten, wat je hier ziet liggen, dat verscheen op een gegeven moment in het Amerikaanse tijdschrift Time Life. En er stond een ondertekst bij die luidde: dit is het zwaarst vernietigde plaatsje van West-Europa. Dus je kunt nagaan hoe groot de chaos hier was. Terug naar de Hingstmannen. Zij gokken niet op één plek. Vader en zoon hebben het kaartje goed bestudeerd.
En iets verder in het bos hebben ze een plek gevonden die daarmee aardig overeenkomt. Dan heb je één boom, twee boom, drie dikke bomen op rij. Achter elkaar in lijn. En voor mij staan er ook drie bomen op de tekening. Dus het kan ook zijn dat de schat hier begraven is. Hier zo. Zie je wel? Ja. Eén en vooral. Heb je al eens vaker een schat gevonden op zo'n manier? Ja. We zijn heel veel archeologische vondsten hebben we ermee gevonden. Zoals? Allemaal urns. Urnen. Alles wat je me bedenken kunt. Oude fiets. Ze onderzoeken ook nog even het gat van de man die door Klaas Tammes op de foto is gezet. Ja, je slaag uit. Daar hebben ze zitten graan. Doe slaag uit. Ja hoor. Hier zit wat. Dus klopt wel dat die man er is gaan graven? Ja, hem nog niet diep genoeg. En dan hebben de mannen zelfs nog een derde plek. Als ze hem kunnen vinden tenminste. En dan ga je naar, naar de camping op. Kom, jongen, niet bekend veel. Er zit geen sloot naast, maar een sloot naast. Hè? Ja, dat is hier zeker. Nee, die kant. Hè? Er zit een sloot naast. Ja, vanaf door in de sloot, ja. Waar? Door, ja. Exact. Ja, hier zit niks. Niks. Nou, als je de grond bloot legt, zeg maar, dan doe je de archeologen, dan kun je zo aan de grondsporen zien of er wat zit. Maar ik ben amateur-archeoloog en ik heb al tientallen urns opgegraven, dus er hoeft mij niks meer te leren. Ik heb alles gevonden in mijn leven. Smelterijen van de ijzertijd, van de bronstijd. Ik heb een gerichtschap uit de ijzertijd. Mooi bronzen halsband uit de bronstijd, 3000 jaar voor de jaartelling. Allemaal gevonden. Met een weggeroerd, hè? We gaan oes. Nee? Zeg, we gaan oes. Oes. Schatkaarten kunnen de fantasie stevig prikkelen. Dat is bij Bert Verheul zeker het geval. Hij heeft de kaart op een eigen wijze geïnterpreteerd en zoekt daardoor de schat op een hele andere plek. Midden in het dorp. Nou, mijn goed onderbouwde theorie, na het goed bekijken en bestuderen van het kaartje, is in ieder geval dat het kaartje in feite laat zien de aanzicht van de toren en van de kerk. Hieraan kun je zien, dit is de kerk nu, dit is de kerk in 1968, dit is het kaartje. Dit grafmonumentje lijkt op het luik in de kerktoren. Het is niet moeilijk, uiteindelijk. Ik bedoel, de cijferplaat, de kompas, de cijferplaat. Deze bocht in de rivier is leuk, maar dit is eigenlijk de bovenkant van de bocht van de deur. Ja? Dit staat in één lijn. De deur en de bovenkant staan in één lijn met het pad, de veldweg. Ja? Zie je, dat is wat allemaal in één lijn heel goed uit te leggen. De bocht hierboven, de overdreven bocht in de rivier, is gewoon de bocht boven de deur. Dus daarmee laat de tekenaar ook zien, op een hele creatieve manier, dat we hier op de goede plek zijn aanbeland. En dat het kaartje in feite goed vertaald is. Ik bedoel, de uitkomst is dat er iemand met een dat er gewoon iemand moet zeggen van, ik denk dat we maar een keer moeten gaan graven. Je weet dat je goed zit. Maar ja, leg je theorie maar eens uit. Ik bedoel, vind maar eens iemand die het ook ziet. Ik bedoel, of niet iedereen ziet het. Dus ja, word je soms een beetje vreemd aangekeken. Maar ik ben ik wel gewend, dus geef niks. Je zou het niet denken, maar schatzoeken verbindt. Bert en Joke kennen elkaar en zijn geïnteresseerd in elkaars theorie. Goedemiddag. Maar ze hebben wel hun bedenkingen bij het verhaal van de ander. Ik vind het wel een hele spannende theorie, natuurlijk. En ik heb tegen hem gezegd, ja, het lijkt op een Da Vinci-code-achtig iets. Ja. Maar ja, ik vind het lastig om dan daar tegenin te gaan. Want jij gelooft zo in die theorie. Nee, maar dat klopt. Nee, jij hebt jouw theorie. Ja. Ik heb mijn theorie. En, maar ik vind het dan zo jammer om dat dan onderuit te halen van jou. Je hoeft alleen maar ommeren te onthouden en het kerkhof en meer niet. Waarom zou je dan een kaartje maken? En dat snap ik ook niet, maar dat hoef ik ook niet uit te leggen. Iedereen kwam hier met de detectors, hè? Ja, ja. Het is ook nog een wedstrijdje, ook nog wel. Ja. En er zit een prijs aan vast. Nee, er zit geen prijs aan. Nou ja, dat is misschien 10%. Nee, absoluut niet. Nee, niemand krijgt er iets van. Een boekenbon dan? Nou, nee, ik denk dat niemand... Nee, niemand krijgt het. Want dit is geroofd goed.
Dus ze gaan eerst kijken of er mensen zijn die daar nog aanspraak op kunnen maken. Dan ben ik tevreden met mijn bewijs en een vrijkaartje voor het museum. Ja. Oh ja. Ja, toch? Ja. Dat kan het toch minimaal vanaf, of niet? Ja, ik vind het een hele interessante theorie. Maar ja, ik geloof er natuurlijk niet in, want ik heb natuurlijk mijn eigen theorie. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Joker heeft nog niet alle kaarten op tafel gelegd. Ze heeft nog een tweede plek waar de schat ook zou kunnen liggen. Via de Universiteit van Wageningen kwam ze aan deze luchtfoto van Ommeren. Net na de oorlog gemaakt. Toen zag ik drie schaduwen van bomen. Dat is dan hier bij die blauwe pijl. Drie schaduwen van bomen. Maar ik wist natuurlijk niet of dat peppels of populieren waren. Maar ik denk, ja, dat kan niet anders. Want verder stonden er langs die straat niet zoveel bomen. En toevallig, een week later, belde iemand mij op. Die woont hier aan de straat. Een zijveling heet dat. Die belde mij op. Wil je niet eens een keer langskomen? Want ik heb ook een theorie. Die man aan de telefoon is Kees van der Wal. Net na de oorlog geboren en woont zijn hele leven in Ommeren. Toen ik een jaar of 12 was, heb ik daar in de buurt kersen gekeerd. Zoals wij dat zeggen. Ja, ja, maar het zijn sprouwen natuurlijk. Ja, ja. Gekeerd worden. En toen stond er daar een aantal peppels. Toen was er een keer dat er dieren door de bliksem getroffen waren. Een koei of zo. Ja, vertel jij toen. En dat was het eerste wat mijn vader zegt. Dat is toch veel vaker gebeurd. Nou goed, dus toen zat ik te denken. Toen kwam dat verhaal kwam bij me boven. Ik denk, nou, populieren, die zijn aantrekkelijk voor de bliksem. Vee eronder, de aantal weet ik niet, maar er zijn zeker misschien wel 5 of 6 dieren dood getroffen door de bliksem. En als daar dan ook nog eens een keer 4 metalen kisten onder liggen, dacht ik, dan zijn die populieren nog veel aantrekkelijker voor de bliksem. Want ijzer trekt ook de bliksem aan natuurlijk. Dus zodoende kwam ik op dat verhaal. Dat ik denk, nou, en ik weet wat die ongeveer gestaan hebben. Dus ik denk, nou, daar moet het liggen. En die plek van Kees komt precies overeen met de plaats waar Joker vermoedt dat er 3 populieren hebben gestaan. Ook weer op een steenworp afstand van het Streekmuseum. Kees is voor mij heel belangrijk geweest, want ik vermoedde dat het ook bij die 3, wat ik op de luchtfoto zag, die 3 spitse bomen zou kunnen liggen. Maar ik kon niet bewijzen dat dat populieren waren. En dankzij Kees weet ik nou dat dat populieren waren. Je zou Ommeren aardig kunnen omspitten als je alle theorieën wil onderzoeken. Daar voelt de gemeente dan ook niets voor. Maar voor 1 keer mag de schop toch de grond in. Wethouder Neven vindt de theorie van Joker goed onderbouwd. En daarom onderzoekswaardig. Wij dachten als gemeente goed aan te doen van, nou, laten we nou dan eens een keer goed onderzoeken. Dan weten we het zeker. Dan kunnen we het boek dicht doen. Dan heb je dan echt de plek onderzocht die het zeer, zeer waarschijnlijk is. En als we niets vinden of zij niets vinden, dan is het gewoon klaar. Oh, ik heb vannacht toch wel een beetje slecht geslapen. Ja. Ja, dit is de ultieme dag dat we gaan graven. Het is ook om het uit te sluiten. Of het kaartje is gewoon fantasie geweest. En, of de soldaten hebben het toch nog kans gezien om het op te halen. Het is 1 mei en vandaag gaat de schop op de locaties van Joker de grond in. Het is nog vroeg, maar de pers is al volop aanwezig. Afgelopen januari dus kwam die schatkaart uit het archief. En toen stonden daar die kruisjes. Er kwamen hier allemaal mensen met metaaldetectoren zoeken. En dat wilde u liever niet, hè, wethouder Pieter Neven? Nee, dat klopt, ja. Dat was een beetje wildwest gebeuren hier met tientallen mensen per dag die gewoon maar rücksichtloos gingen graven. Wat gaan we vinden? Wat verwacht u? Als het echt gevonden wordt, ja, dan ben ik natuurlijk helemaal doordollen. Ja, dan zou dat heel mooi zijn. Dit is de plek hier? Dit is de, ja, hier zo ongeveer. Tenminste, volgens dat, volgens die... Jouw berekening. Ja, en van de topo tijdreiskaart en die mevrouw van de gemeente, ja. Het onderzoek begint met een karretje dat ijzer in de grond kan opsporen. De metingen beginnen op de tweede locatie van Joker, die ze op het spoor kwam dankzij de oude luchtfoto met de bomen en de tips
van Kees. Ja, hier ongeveer, zo halverwege. Dus dit zou ik dan zo scannen. Zo. Dat is goed. Tot ja? Halverwege en dan... Ja, ik zou dat zeker doen, want exact kan ik, dan kunnen ze dat ook nooit aan. Nee, dus dan pak ik liever zoveel mogelijk. Dus vanaf waar jullie staan, wou ik beginnen met meten. Ook de andere locatie, dichterbij het Streekmuseum, wordt onderzocht. En dat lijkt er hoopvol uit te zien. Hoe diep kan die komen met dat ding? Zeg je? Heb je het aardig verstoord uit? Oh. Oh, spannend. Ja. Nou, zoals je kan zien, er zitten wel wat verstoring hier aan de kant. Maar dat komt voornamelijk vanwege de betonnen palen en, ja. En het draad ja. Van de boomgaard. Dat zijn die terugkomende verstoringen. Nou, hier het enige wat ik zou zeggen zou dit kunnen zijn, maar dan zijn er twee plekken op elkaar, dus dan zou ik eerder zeggen bewijzen van dat. Zullen die ook hebben wat gevonden? Ja, nou, het is toch niet spectaculair. Eén mogelijkheid op bij ons op het parkeerterrein. Nee, niet. Het onderzoek streept één van Jokers locaties weg, maar op de andere lijkt er toch echt iets in de grond te zitten. Oh, daar komt de graafmachine aan. Het wordt tijd voor wat zwaarder materieel. Oh, perfect getimed allemaal, zeg. eindelijk, hè? En na wat graafwerk wordt er zowaar wat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zijn hier wel feesten van de Tweede Wereldoorlog? Oh ja. Een kogel. En wel een kogel gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Oh ja? Laat maar even zien. Nou, wij willen de kogel in de vitrine hebben boven. Maar het succes lijkt niet door te zetten. Hoe dieper je komt, hoe minder je vindt. Zie je het? Hij piept al helemaal niet meer. Tijd dus voor een tweede gat. Nee, hij loopt hier onder de steen nog. Ja, daar ligt het straks. Maar helaas... Er ligt niets anders dan wat stukken oud ijzer en een rioolpijp. Gelukkig voor Joke en het museum is er in ieder geval nog die kogel. Als jullie klaar zijn met het onderzoek, mogen wij die dan in het museum tentoonstellen. Dan zei hij, ja, maar dan moet dat eerst ontklaar gemaakt worden. Ja, dat is het probleem, ja. Ja, we hebben nu al met van de gemeente afgesproken dat we uiteindelijk aan een politie gaan overdragen. Dus ja, dat wordt lastig dan, denk ik. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, dit was het. Ja, dat zei ik. Dit was het, ja. We hebben dus op twee plekken hebben ze een gat gegraven. En daar hebben ze ja, niks bijzonders gevonden op één kogel na. Ja. Een kogel die nog geladen was. En ik hoorde vermelden uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, is het een kogel die in een van die munitiekistjes zaten? Dat staat er niet bij, helaas. Het is gewoon het einde van het verhaal. We hebben het vastgelegd voor de toekomst. Zodat mensen niet denken over 75 jaar, we gaan weer graven. Ze weten, daar is gegraven, dit waren de locaties. En dan is het hele verhaal afgesloten. Maar ja, de vraag blijft natuurlijk nog altijd, waar is die schat gebleven? Ja, waar is die schat gebleven? We zullen het misschien wel nooit weten. De theorieën van Joke, de Hinkstmannen en Bert Verheul ten spijt. Maar of het ooit weer helemaal rustig wordt in Ommeren is maar de vraag. Want zolang die schat niet boven water is, zullen er altijd nieuwe ideeën de kop opsteken. Weet ook Klaas Tammes. En zo heeft zich ook een helderziende bij mij gemeld. En die zei, ja, ik weet wel hoe dat gegaan is. Na de oorlog heeft... Een Duitse officier die heeft die schat meegenomen en die is teruggegaan naar Oostenrijk, waar hij vandaan kwam. Heeft een heel mooi huis gebouwd aan de Wijzenzee. Ja, en als je daar binnen zou komen in dat huis, dan liggen daar nog wel wat juwelen hier uit Ommeren. Dus ja, wie weet is dat het eind van het verhaal. Ja, wat denkt u zelf? Het zou best kunnen, dat laatste. De enige die tot nu toe iets aan het schattenjagen heeft overgehouden, is de gemeente. Zij kregen van het Nationaal Archief een replica van de kaart. Een goedmakertje voor alle veroorzaakte commotie.